Deze jongens krijgen allemaal 15 minuten de tijd om te laten horen wat ze kunnen. En deskundige jury die gaat beoordelen wie uiteindelijk de beste is. En de beste van deze jongens die krijgt een mooie waardeboom van de bakshop. Dus ze kunnen weer wat apparatuur aanschaffen. Ze krijgen een mooie beker ook, de trofee, die staat al op tafel klaar. En ze krijgen ook nog wat airplay bij Clubstituut Radio. Lokale Lens Radio. Dus volgens mij is het super interessant om goed je best voor te doen. En voordat we gaan beginnen ga ik eerst de jury voorstellen. Voor mij is dat Patrick. Patrick de Rooij. Hij is ook al bekend onder zijn DJ-naam Lunatic. Ze rijdt viool op de kant. En hij is vandaag hier aanwezig om deze jongens te voordelen. Daarnaast hebben we Peter Schipper. Die behoeft denk ik geen introductie hier in deze vaart. Draait ook veel in de regio. Vroeger ook in het buitenland hoorde ik het. Super tof. Ik ben Ruben Drost, ik ben jongerenwerker bij de Stuw. En ik ben ook derde jurylid. Wat sommige mensen misschien niet weten, ik heb vroeger ook wel in mijn studententijd af en toe gedraaid. DJ Ruby was dat. Maar dat moet je niet serieus nemen. Maar in ieder geval, ik ga gewoon lekker mijn best doen ook. Ik heb in ieder geval twee professionele juryleden naast me, dus dat moet helemaal goed komen. De volgorde van de DJ contest gaan we nu bepalen. Ik heb hier roodjes gemaakt. Peter die wou even een roodje trekken. Dus degene die als eerste eruit komt, die mag beginnen. Renzo, jij mag beginnen. Ja. Nee.
wel heel erg moeilijk hoor vandaag. En bij 135. En bij 135. En Jo Nugger zijn dat er nog zonnetje op komt, maar niet. Zo. Hij moet eerst een streep zetten. Ja. Wat jullie denken, maar wat jullie denken kan ik niet zien. De binnenkom. En maar kijken, waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Ik ga wel nog meer bocht van de dag. Ik zag het plat vol. Ik denk gewoon nu ga ik naar de finish. Maar nog. Mijn is ondertussen ook. Zo. Michael de Vries was daar de eerste man. Goed. Ja.
En ik kan nog rustig even ingereden worden, want de starten nog half. Ja, ik ben hier klaar. Ja, van die moeten halen. Hey!